Nou, wel mensen, welkom bij Nomnom Galaxy. Ik ga de eerste wereld voor jullie spelen. Met jullie. Ik heb het spel al zelf uitgespeeld. Maar het leek me leuk om het nog een keer te spelen en te laten zien hoe ik het spel heb gespeeld. Nou, dit is de eerste wereld, dit is een tutorial. Hier gaat hij vertellen wie hij is en wat we gaan doen. Nou, dit is onze baas. En hij gaat uitleggen dat we soep moeten maken die gebruikt wordt om de markt over te nemen. En die soepjes worden verstuurd en of mensen het lekker vinden of niet bepaalt hoeveel procent je erbij krijgt of er juist afgaat. Hier om ons heen zijn al wat ingrediënten te zien. Gras, tomaatjes, van alles. Nou, het is de eerste level, dus hij gaat uitleggen wat we moeten doen. En ik ga dan ondertussen vertellen wat hij vertelt. Nou, wat hij zegt is dat we onze buszaal moeten zoeken, onze cirkelzaag. Nou, dan gaan we rennen. Allemaal ingrediënten om ons heen die we dit eerste level helemaal niet nodig hebben. Nou, wat belangrijk is om te vertellen is dat we zuurstof nodig hebben. Dat zijn de mooie stipjes die je hier ziet. Die stipjes zijn belangrijk. Dat is het zuurstof die je op kan vangen als je niet in je eigen fabriek bent. En die moet je dus zoeken. Nou, hier hebben we er een gevonden, een pocket. Dat kan je zien aan de blauwe balk daarboven. Als die op is, die blauwe balk, dan gaat het van je leven af. Dat is de rode balk. Nou, dit is onze mooie cirkelzaag. En die kan door het groene heen snijden, niet door het rode. Dat rode steen, daar is een cirkelzaag niet sterk genoeg voor. Nou, dit is het belangrijkste van het spel ook, de matter. Matter is grondstoffen. Grondstoffen zijn nodig om soepmachines te bouwen en soepraketten. Zo, hier zit er nog eentje. Naast dat je matter gebruikt, daarvoor heb je het ook nodig voor ladders die hier verderop staan. En ladders zijn heel handig om hoge plekken te bereiken, waar je anders niet bij kan. Nou. Maken we even twee laddertjes. Zo. En zo gaan wij op weg naar onze fabriek die al voor dit level gebouwd is. Andere levels moet je bouwen. De volgende trouwens ook is hier al voor je gebouwd. Maar anders moet je hem zelf bouwen. Nou. Gevaarlijk is van grondstoffen weghalen, die groene blokjes weghalen, is dat ze wel eens in kunnen stoppen als ze niet vast staan. Zoals hier wordt gedemonstreerd. Je kan er ook echt onder vast komen te zitten en doodgaan. Nou, dit is onze fabriek tot nu toe. Pardon. Dit is de office. Die als eerste moet bouwen. Die laat ook zien hoeveel energie je nog hebt. Nou, dit is een kapotte fabriek. Nou, we moeten eerst een soepmachine bouwen die heel belangrijk is. Want zonder soepmachine kan je geen soep maken. En dit wordt een soeprocket, want soeprockets verplaatsen het soep. Zo. Alles wordt ook helderder van kleur. Ja, heel goed. En we missen nog een stukje. Het is een corridor. Ja, heel mooi. Nou, nu gaan we de soepmachine vullen. Dan hebben we eerst een blauwe mushroom voor nodig. Hoep, in het water. Je kan trouwens in het water vallen, maar niet hier op het steen. Want dan gaat er van je leven af. Dan kan je ook gewoon echt doodvallen. Nou, we pakken een blauwe mushroom. Je kan ze ook trouwens planten. Planten is heel handig, want dan gaan ze opnieuw groeien. En dan heb je er eigenlijk heel veel grondstoffen voor je volgende. Die stoppen wij hierin. En voor deze soep
Hebben we tomaten nodig? Die zitten hier rechts. Nou, zwemmen kan. Je moet echt door het water zwemmen zo. Wat ik graag doe is er overheen springen. Gaat iets sneller. Nou, een beetje zuurstof weer meepakken, want anders overleven we het niet. En onze weg vrijmaken naar de tomaten. Pardon. Het nadeel is van tomaten en voor al die andere levende dingen dat je ze eerst eigenlijk soort dood van moet maken. Maar ze kunnen jou ook aanvallen. En als ze jou aanvallen, nemen ze ook stukjes van je leven af. Dat is nu al gebeurd. Hup, 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 hup. Ik heb maar één tomaatje nodig. Dan gaan we nu naar beneden. Heel goed. Weer een beetje zuurstof mee pakken. En zwemmen. Ja, normaal moet je meerdere soepjes versturen. Om te klimmen in. De market. Maar bij deze klimt hij gewoon automatisch verder. Dat is gewoon de eerste level. Nou, hij maakt dus nu een soepje voor ons. Dit gaat ook iets sneller dan normaal. Het is omdat het tutorial is. Soepje klaar. Soepje in de gerocket. En dan wordt hij verstuurd. Dit is maar eenmalig hoor, dat je dit ziet. Als ik het elke keer zou zien, dan zou het spel wel heel lang duren. Nou, nu moeten we even wachten. En ze zijn heel blij met het soepje, want we krijgen 5% erbij. Je kan krijgen van min 3, dus als ze het echt niet lekker vinden, tot plus 1. En dan vinden ze het niet zo lekker. Plus 5 is gewoon een normaal soepje, dat vinden ze lekker. En super lekker heb je nog 8% of 10% erbij. Die berichten komen ook onder in beeld te staan. Altijd goed opletten of ze het lekker of niet lekker vinden. Nou, omdat je ook wel eens aangevallen kan worden, willen ze nu dat we een shot tower bouwen. Deze shot tower plaatsen we hier. Deze zijn belangrijk voor de verdediging. Want zoals jullie nu zien, worden we eens in de zoveel tijd aangevallen door de tegenstander die het niet eens is dat we zo goed bezig zijn. Ik ga er gewoon even bij staan. Het nadeel van de bijstaan is wel dat je zuurstof verbruikt. Want ze gaan ook gewoon naast me staan. Dit level gaan ze ook wel heel makkelijk dood door deze. Normaal krijg je er ook dingen voor als ze doodgaan. Van matten tot floppies tot goud. Wat heel handig is. Zo, en je kan ze ook zelf doodmaken. Nou, hij zegt dat we het goed gedaan hebben. Nou, heel mooi. Dank je voor het vertrouwen. 100%! Yay! En dit was het eerste level. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En ik ga volgende keer verder met het tweede. En misschien ook meteen op een derde wereld. Bedankt. En tot de volgende keer. Doei.